Hey, fuck Glimlachadds, man. Fucking copyright strijken? Serieus? Ja, nah. Ado, a.k.a. What? Glimlachadds. Deze fucker care te veel about ads. Hul hem dat iemand je naam heeft genoemd. Maar je hoeft 2016 niet na te doen. Hey, let me guess. Je hebt gewoon geen big cock. Je had het gewoon moeten houden bij TikTok. Flikker op van de platform en ik meen een fest. Bitch, shut the fuck up, je kijkt als zijn zes. Cringy ass kids, ken ik niet muziek. Stil het elke grap, je fucking hypocriet. Ben een YouTuber, maar kan niet omgaan met kritiek. Een grote speler en ik in mijn graag zich als een meet. Ado, a.k.a. miss een copyright strike. Met zo'n gevoel dat je de volgende keer een rij strijk. Ik wou niet helemaal af, want de bad aan mij, meid. Ben je bang dat je geen subs krijgt of geen like-likes? Alleen maar sketches, kom een keer met iets nieuws. Of niet staan op je banner, vroeg sketches en reviews. Meer subs dan mij, maar mijn fit heeft mijn views. Jij bent niks en ik ben een god, call me Zeus. Op TikTok ben je groot, maar hier ben je irrelevant. Zeg bedankt als I'm the one to make you relevant. Oh boy, je gaat eraan, ik zit helemaal in mijn element. Ja, ik poel op bij je bitches, want ze bellen me. Let's talk about numbers, ja, hoeveel tellen we? Six figures en daarnaast nog wat elfen. Strak je vol stelen, maar je doet hetzelfde. Bellen popo, en ja, dan rennen ze. Ey, de fun of verse, nog wel een beetje heat. De bridge nodig voor views, je bent zo fucking weak. On the real, geen hand naar Ado, dat was gewoon voor de fun. Please strike me niet, anders ruin je de fun. Ey, this is the end, bitch. Ja, de final straw. Wij strakken niet, je violate dit de law. Ik geef je voor dit geen pluspunten. Een Ado is te gefocust op munten. This is the end, bitch. Ja, die final straw. Wij strakken niet, je violate dit de law. Ik geef je voor dit. Het geen pluspunten, want Ado is te gefocust op munten. Centjes, big money on me, ha 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 ha.